Misschien wel aardig om te vertellen dat de eerste contact tussen de koepel en ondergetekende ontstond toen ik hoofdredacteur was van WMO Magazine. Daar ben ik nog steeds. Dat was weer de opvolger van het blad Handicap en Beleid. En WMO Magazine, zo heten we sinds 1 januari 2007. Dat is ook de dag waarop de WMO werd geïntroduceerd. En toen ik hier naartoe reed, toen zat ik eens na te denken over die titel die deze minister heeft. Die is minister van armoedebeleid, participatie en pensioenen. Zeg ik het zo helemaal goed? En dat armoedebeleid, daar heeft iedereen nu natuurlijk de mond vol van. Hè? Het is ook een heel duidelijk begrip, armoede. Armoede is dat je te weinig geld hebt. Pensioenen, dat weet ook iedereen wat daarmee bedoeld wordt. En ik las een interview met de minister van een paar maanden geleden. En toen zei zij, tot mijn niet geringe vreugde, dat participatie, dat wordt nog wel eens vergeten. Iedereen heeft het over die armoede, maar die participatie die is zeker zo belangrijk. Vat ik het zo goed samen? En dat was mij wel uit het hart gegrepen, want dat is ook precies waar die WMO voor bedoeld was en is. En ook al vanaf het prille begin, want als je in die tijd, dus in 2007, op de website keek van de overheid, rijksoverheid.nl, dan stond daar als eerste doel van de WMO het vergroten, verbeteren van de participatie van mensen met een beperking. Dus het is al 15 jaar uitgesproken overheidsbeleid. En nu staat het dan volgens mij voor het eerst in ook de naam van een minister. Het heeft even geduurd, maar dat is in ieder geval gelukt. En nu moet dat nog de aandacht blijven krijgen die het verdient. Dat is volgens mij wat ik vooraf nog even kwijt wilde. En dan geef ik nu het woord aan uw met veel spanning tegemoet geziene lezing. We hebben de versie die u daar in de hand heeft, hebben wij eigenlijk pas een uur geleden of zo ontvangen. Dus hij is echt heel erg vers van de pers. Ik heb begrepen dat u gisteren ook heerlijk heeft op tijd naar bed heeft kunnen gaan om u voor te bereiden in alle rust op deze lezing. Dat is niet helemaal waar, want er was nog een debat tot laat in de avond. Maar dat neemt niet weg dat we u hier van harte welkom heten en heel nieuwsgierig zijn naar wat u te vertellen heeft. Dames en heren, Carola Schouten. Ik ga hem ietsjes omlaag zetten. Ik ben niet zo lang. Ik ben ook geen voetballer. Ik denk ook niet lichtvoetig, maar ik probeer het wel te zijn. En inderdaad, het was. Ik lag om 3:30 op bed vannacht. Dus ik probeer de scherpte er een beetje in te houden. Volgens mij moet het wel gaan lukken. En ik vind het sowieso een hele grote eer om hier te zijn bij jullie. En het werd net al gememoreerd, de 10e Hanny van Leeuwen lezing. En het zijn best wel grote schoenen waar ik in moet staan. Niet alleen degene die hier al voorgaand een lezing hebben gegeven, maar ook de persoon van Hanny van Leeuwen zelf. En ik heb haar zelf een enkele keer ontmoet. Ik heb haar nooit echt gesproken. Maar zij was wel iemand, als je haar zag en ook hoe ze bekend staat, als iemand een ferme vrouw die echt principes had en die ook werk maakte van haar principes. Niet alleen in woord, maar ook gewoon praktisch dat ze aan de slag ging. Maar ook dat ze daar ook een hele principiële. U kent ongetwijfeld ook haar achtergrond, maar ik memoreer het toch nog een beetje. Ze kwam als kind natuurlijk uit een wat toen werd genoemd het ARP-milieu. En daar was ze ook al op jonge leeftijd gewend. Als je elkaar ook wel eens een keer een kras bezorgt, je moet gewoon weer door. En die principiële houding die had ook echt wel sterk te maken met haar ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En als tiener, dat is ongetwijfeld ook bekend, maar nam zij natuurlijk ook al deel aan het verzet als koerierster. En zij bracht pakketjes tussen Den Haag en Rotterdam op een fiets met houten banden. Nou reis ik ook elke dag van Rotterdam naar Den Haag, naar de andere kant op. En als je dat dan ook op die manier doet in een tijd waar het gevaar ook nog groot is, dan ben je een moedig mens. En het was ook gevaarlijk werk, maar ook inderdaad moedig werk. Maar die bezettingstijd die ontstak bij haar ook een soort van vurig idealisme. En deed bij haar heel erg het besef groeien dat wat misschien wel als vanzelfsprekend werd gezien,
dat dat ook wel zomaar eens op de helling kon komen te staan. En nadien, nadat ze dat allemaal had meegemaakt en dat ze ook politiek actief werd, hield zij ook vast aan die overtuiging dat vrede, zoals ze dat zei, oneindig veel meer is dan louter de afwezigheid van strijd. En vrede in de breedste zin van het woord betekende voor haar dan ook altijd streven naar een samenleving waar mensen naar elkaar omzien en zich in, wat zij zegt, wederzijdse aandacht om elkaar bekommeren. Nou, dat heeft ze ook in haar werk als parlementariër, eerst voor de ARP en later ook voor het CDA, heeft ze dat ook in de praktijk gebracht. En dat bracht haar soms ook nog wel eens in botsing met wat partijgenoten. En dan zei ze, ze heeft dus een keer gezegd, als ik merk dat er op een gegeven moment niet vanuit idealen, maar puur vanuit machtsposities wordt gedacht, dan valt er bij mij een deur dicht. En als die deur eenmaal dicht was gevallen bij Hanny van Leeuwen, dan ging die niet zomaar meer open. Dus dat was nogal wat. Maar de politiek was ook wel de plek waar zij haar stem vond. En ze zei ook nog wel eens, het lijkt wel alsof ik ermee getrouwd ben. Nou, dat zou ik niet durven stellen. Maar het geeft wel aan hoe zwaar haar betrokkenheid was ook voor de politieke zaak. En wat ik ook wel bijzonder vond, want ik zie haar toch wel echt als een groot voorbeeld, een grote vrouw, moedig. Maar dat zij ook wel zich afvroeg of dat wat zij deed allemaal wel goed genoeg was. En dat gevoel heeft ze ook wel vaak met zich meegedragen, heb ik begrepen. Ondanks al haar ervaringen en prestaties. En toen ze midden jaren 90 ook werd gevraagd of dat ze weer op de lijst wilde voor de Eerste Kamer, dacht ze, wat moet ik in dat erudite gezelschap met mijn lagere school en MULO? Maar ze deed het. En ze deed het goed. En uiteindelijk zou ze ook 12 jaar met trots zitting hebben in de Senaat. En dat was ook een sluitstuk van een mooie politieke carrière. Hanny van Leeuwen was onder andere ook als veelgevraagd spreekster op het Christelijk Sociaal Congres een van de gezichten van de christelijk sociale traditie. En die traditie ken ik. Ik kom er zelf ook uit voort. En het is voor mij ook een sturend kompas in de dagelijkse politieke praktijk. En daar voel ik me ook heel erg verbonden met Hanny van Leeuwen. En die christelijke sociale traditie die steunt op een mensbeeld waarin relaties centraal staan. Het ziet mensen tot bloei komen, meer mens worden, als ze naar elkaar kunnen omzien. Als ze zich erkend en gezien weten door een betrokken omgeving. En kunnen vertrouwen ook op een gemeenschap met sterke sociale verbanden. En dan voorop de mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Al diegenen, zoals Hanny van Leeuwen dat ook zei, die dreigen om te komen in hun zorgen en hun zoeken naar perspectief. Die zoeken naar grip op hun leven. Het is ook een traditie die de overheid een belangrijke rol toedicht. En daar zitten ook nog wel wat nuanceverschillen in. Nou, had je daar ook wat verschillende stromingen in. Hanny van Leeuwen was niet zo van de lijn van Abraham Kuyper, zullen we maar zeggen, de grote voorman van de ARP. Want die benadrukte vooral het belang van het organiseren van solidariteit door mensen zelf en maatschappelijke organisaties. Maar in de ogen van Hanny, en dat zeg ik haar na, had de overheid juist ook een uitgesproken rol als schild voor de zwakken. Als schild tegen het onrecht en de onrechtvaardigheid die het leven soms met zich meebrengt. En ja, ze hechten er ook sterk aan dat er andere verbanden zijn dan de relatie tussen het individu en de staat. Maar de overheid had wel een rol. En die moest in haar ogen ook aan de basis van de bestaanszekerheid van mensen staan, zodat zij ook konden zien naar elkaar. In de wetenschap dat wie weinig heeft, ook weinig kan geven. Dat wiens hoofd overstroomt met zorgen over de dag van morgen, geen tijd en ruimte heeft om aan iets anders of aan de ander te denken. En de taak van de overheid is dus in dat christelijk sociale denken, maar dus ook bij Hanny van Leeuwen, is dus om mensen in staat te stellen solidair te zijn met elkaar en verantwoordelijkheid te dragen. En vanuit dat subsidiariteitsbeginsel, zoals dat in die traditie dan ook heet, zorgt een groter verband dat de kleinere verbanden kunnen bloeien. In de buurt, in de wijk, achter de voordeur. Ik denk dat Hanny zich vanuit haar christelijk sociale blik vandaag terecht grote zorgen had gemaakt over onze samenleving. In de eerste plaats als het gaat om de basis.
De belangrijke voorwaarde voor bestaanszekerheid. Want die staat voor veel mensen onder druk. Of misschien wel erger, die is er al helemaal niet meer. De boodschappen zijn duurder geworden, de energieprijzen stijgen en dat raakt ons allemaal. En juist nu ook de middeninkomens. Maar het raakt in het bijzonder de mensen die al met grote onzekerheid te maken hebben. Met schulden, met armoede. En we zien ook en horen ook de schrijnende verhalen. Een Rotterdams echtpaar dat besloot zich maar af te laten sluiten van het gas. En met dikke truien probeerde te doen. Kinderen die zonder eten naar school gaan of wiens ouders aankloppen bij organisaties die er gelukkig zijn voor een warme jas voor de winter. Dankjewel. Het had Hannie van Leeuwen denk ik grote zorgen gebaard. Want als die basis wegvalt, als de vaste grond onder mensen drijfstand wordt, dan voelen mensen zich niet volwaardig onderdeel van onze samenleving. En kunnen ze er ook minder voor elkaar zijn. En dat is ook de bijl aan de wortel van het vertrouwen dat nodig is om die samenleving ook echt te laten zijn wat het woord veronderstelt. Het vertrouwen dat nodig is om ervoor te zorgen dat de samenleving niet uit elkaar valt door steeds scherper wordende sociale tegenstellingen. En die constatering in een welvarend land als Nederland is in de eerste plaats een appel aan politiek en aan samenleving. Aan mij, maar ook aan u. Aan heel veel andere partijen die nodig zijn om aan dat vertrouwen te werken. En om er dus ook voor te zorgen dat iedereen in Nederland kan rekenen op bestaanszekerheid. Op een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen. Uit werk of uit een vangnet wanneer dat nodig is. En dat werk aan vertrouwen dat draagt in de eerste plaats bij aan het tegemoetkomen aan de problemen waar mensen nu door de hoge inflatie en ook de hoge energierekeningen mee worden geconfronteerd. En daar zijn we ook mee aan de slag, vanuit verschillende departementen. Soms zeg ik ook tegen de klippen op en ook tegen de hardnekkige verkokering van werken in, zoals we die soms ook op de ministeries kennen. En naast koopkrachtmaatregelen om de boodschappen deels op te vangen, hebben we ook het prijsplafond ingesteld om de hoge energierekening voor mensen enigszins behapbaar te maken. Maar dat is niet voor iedereen genoeg. We zijn ook aan het werk aan een noodfonds om de hoge prijzen voor mensen met financiële problemen nog meer te kunnen opvangen. We kijken ook goed naar het afsluitbeleid, zodat mensen deze winter niet in een koud huis komen te zitten als de rekeningen toch niet kunnen worden betaald. We letten extra op de kinderen in armoede, bijvoorbeeld rondom scholen en ook te zorgen dat er een ontbijt is voor de kinderen die dat misschien thuis niet krijgen. En als het om het bestrijden van schulden gaat, dan maken we ook afspraken met betrokken partijen, zoals de NVVK, om te voorkomen dat mensen uit een schuldhulptraject vallen vanwege nieuwe schulden door de stijgende maandlasten. Maar ik hoor u als professional, en terecht, ook denken, ja, maar die acute problemen die vragen nu wel om een antwoord. Maar werken aan vertrouwen, dat vraagt om een duurzaam en bij de wortel aanpak van armoede en schulden. Op rijksniveau, op gemeenteniveau, op wijkniveau. Want ik denk dat u dat als geen ander ziet in de praktijk waarin jullie ook allemaal werken of actief zijn. De problemen die er zijn nu, die zijn ook niet van gisteren. Het zijn veel koppige monsters waar veel mensen kwetsbaar voor zijn. En dat bleek ook al tijdens de coronapandemie. Ze zijn structureel en hardnekkig van aard. En ze worden helaas ook doorgegeven aan volgende generaties. Een werk aan vertrouwen vraagt dus een consistente en structurele inzet op de langere termijn. Om fundamenteel na te denken over hoe we onze overheid en onze samenleving zo vormgeven dat bestaanszekerheid voor iedereen de vanzelfsprekende voorwaarde is voor een menswaardig bestaan. En daarom is het ook zo belangrijk dat we dat minimumloon verhogen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we bekijken of dat sociaal minimum, het minimale bedrag dat we gezamenlijk beschouwen als het de ondergrens, of dat ook toereikend is om van rond te komen. Of ook om te zien of die beslagvrije voet, dat minimale bedrag waar mensen met schulden maandelijks recht op hebben, nog wel volstaat. Het zijn wat retorische vragen, zoals u misschien begrijpt.
Maar dan gaat het ook over het aanpassen van de participatiewet. Over bijvoorbeeld het verruimen van bijverdiengrenzen in de bijstand. Of zorgen dat als je een inwonend kind hebt tot 27 jaar, dat je niet gelijk meer gekort wordt op je uitkering, de kostendelersnorm. Het gaat over het eerder in beeld krijgen van mensen met betalingsachterstanden, zodat ze ook sneller goede hulp kunnen krijgen. En lokaal, samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, over het ondersteunen van preventiebeleid. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd de doorbraakmethode. Ik denk dat het u wel bekend is. Waarin op die manier ook echt er letterlijk doorheen gebroken wordt in alle stugge bureaucratische processen die er ook helaas nog steeds bestaan. En vanuit het perspectief van die mensen zelf bekeken, dat vind ik het krachtige eraan. Maar ik denk dat we ook fundamentele moeten kijken. Want er valt ook nog wel een wereld te winnen bij het stapsgewijs terugdringen van de complexiteit in het sociaal domein. De complexiteit van ons systeem van sociale zekerheid. En vooropgesteld, er gaat ook heel veel goed. En een meerderheid van de mensen weet ook zich door dat systeem een weg te banen. Soms wel met kunst en vliegwerk. En ik denk ook niet dat we hier de suggestie moeten wekken dat we van het ene uiterste naar het andere uiterste moeten gaan. Of dat we de overheid continu in het beklaagde bankje moeten zetten. Want ik zie heel veel mensen die elke dag met hart en ziel zich inzetten om juist ook die ander te helpen. Maar professionals in het sociaal domein die zien ook dat het in de praktijk vaak ook niet goed gaat. Dat juist die regels heel veel drempels opwerpen en muren optrekken. En daardoor ook zorgen voor onbegrip. En zo is er ook een groep die niet meekomt, die niet of heel moeilijk bereikt wordt. En die groep die dreigt ook af te haken. En als we het dan hebben over de kwetsbaren voor wie de overheid een schild tegen onrecht en onrechtvaardigheid zou moeten vormen, dan gaat het over deze mensen. Mensen met een stapeling van levensmoeilijkheden, van inkomen en schulden tot gezondheid en wonen. En vaak ook mensen met verschillende tijdelijke baantjes. Die als oproepkracht werken met een loon dat niet voldoende is om te voorzien in levensonderhoud. Werkend, maar toch in armoede. En de onderzoekers Josse de Voogd en René Cuperus die schrijven erover in hun atlas van Afgehaakt Nederland. Zij zien een groep die hun vertrouwen, en ik citeer, in de collectieve bescherming van het sociale contract van de overheid en samenleving kwijt dreigen te raken. Of al kwijt zijn. Mensen in buurten en regio's waar het sociaal weefsel dun is. Plekken waar mensen, en ik citeer opnieuw, het gevoel hebben geen onderdeel te zijn van het script dat voor de toekomst van Nederland wordt geschreven. En bij een deel van hen heerst ook een gevoel van wat ik overheidsvrees zou willen ook noemen. Zij vermijden de overheid doelbewust, omdat ze niet verwachten om geholpen te worden, omdat de bureaucratie hen afschrikt. En als ze denken, ja, als ik me nou bij 16 loketten moet gaan melden, dan worden mijn problemen misschien alleen maar groter. Of verlies ik de steun die ik misschien nu al heb. En ik zie het zelf bijvoorbeeld bij de energietoeslag. Ik heb me overigens later echt ongelooflijk voor mijn hoofd geslagen dat ik dat ding toeslag heb genoemd. Want dat woord maakte dat mensen al bang waren om het aan te vragen, omdat ze dachten het is weer een toeslag waarmee we misschien straks wel weer verder in de problemen komen. Zo diep zit het al, dat het op een woord dat er al wantrouwen ontstaat. We zien dat daar gelukkig veel mensen gebruik van maken. Maar het lukt de gemeente ook niet altijd om kwetsbare mensen met lage inkomens te bereiken die gewoon recht hebben op die toeslag. En we zien dat het ook vaak ouderen zijn. En voor een minister voor armoedebeleid is dat een confronterende realiteit. En ik zeg ook eerlijk, soms ook een frustrerende realiteit. Want wat heb je aan beleid tegen bestaansonzekerheid als de groepen die je wil bereiken de overheid niet vertrouwen? En dames en heren, dat vertrouwen is bij die groep mensen niet zomaar verdwenen. En natuurlijk, ook hier weer, het is te makkelijk om de schuld alleen bij de overheid te leggen. Maar ik wil toch even aan wat zelfreflectie doen. Want ik denk dat de overheid het voor een deel toch echt ook aan zichzelf te danken heeft. Maar het heeft niet altijd per se met onwil te maken. In mijn analyse wel met het mensbeeld dat de overheid steeds meer ook is gaan omarmen. De afgelopen jaren zijn wetten en regels gemaakt die uitgaan van rationele, calculerende
en zelfredzame individuen. Van mensen met veel doevermogen, zoals de WRR dat noemt. Die feilloos weten waar ze wel en geen recht op hebben. En voor sommigen werkt dat. Maar veelal is de werkelijkheid toch echt wat weerbarstiger. En Kim Putters, hij heeft hier volgens mij ook een keer gestaan, als ik het goed het lijstje heb doorgenomen. Die heeft daar in zijn tijd als directeur van het SCP ook terecht geregeld op gewezen. En hij wees ons er in zijn afscheidslezing opnieuw op. Zo'n mensbeeld leidt tot onrealistisch beleid. Tot beleid dat best werkt voor mensen die zich toch al wel konden redden. Maar bijvoorbeeld niet voor die eenzame ouderen of de jongeren in de jeugdzorg met weinig te besteden. Tot beleid dat over de gehele linie van het sociaal domein te weinig uitgaat van de alledaagse leefwereld van mensen. Waardoor mensen denken, ik vertrouw er niet op dat ik in die beleidswereld geholpen word. En als gevolg van dat mensbeeld nam de overheid bij het maken van wetten ook steeds vaker wantrouwen als vertrekpunt. Sluipende wijs, bijna alsof het ons overviel. De gedachte was, als de mens zelfredzaam is, dan is er ook weinig ruimte voor mensen die een brief vergeten, die een formulier niet goed lezen of een aanvraag te laat doen, die verdwaald raken in het dicht begroeide woud van regels en zich vaak niet gedragen weten door een behulpzame omgeving. En zo ging die overheid steeds vaker en sneller uit van misbruik of fraude. En daarom kon het ook gebeuren dat de overheid zelf aan de basis stond van het ongekende onrecht van het toeslagenschandaal. En daarom kon er genoeg wantrouwen in het systeem sluipen, dat mensen in de bijstand gekort worden op hun uitkering als een familielid helpt om de huurachterstand te betalen. Of als ze ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld kerken die geld inzamelen om mensen met een smalle beurs te helpen hun energierekening te betalen. Dames en heren, die combinatie van een mensbeeld van zelfredzaamheid en een wantrouwende overheid is voor velen een giftige mix gebleken. En juist die mensen voor wie de overheid een beschermend schild zou moeten zijn, ervaren het te vaak als een wantrouwende controleinstantie zonder menselijk gezicht. Zij worden geconfronteerd met de meeste complexiteit en de meeste horders en valkuilen. Ja, en dan moeten we er denk ik ook niet raar van opkijken, zeg ik tegen mezelf, dat bij hen het vertrouwen zo broos is. En de overheid zal in mijn beleving dus ook aan het vertrouwen moeten werken en dat ook weer opnieuw moeten winnen. Door veel meer uit te gaan van de belevingswereld van mensen in plaats van te kijken wat er past binnen bijvoorbeeld het regime van de WMO, de WLZ, de participatiewet of de jeugdwet. Het vraagt om een kentering in kijken, denken en handelen. Want we kunnen aan allerlei knoppen gaan draaien en dat doen we ook. Maar in de kern gaat het over de vraag, hoe kun je als overheid laten zien dat je mensen je niet hoeven te wantrouwen? En met het zoeken naar antwoord op die vraag is een begin gemaakt. En laat me zelf even een paar voorbeelden uit mijn eigen praktijk noemen. Bijvoorbeeld de participatiewet. Daar is al een en ander aan gewijzigd. Maar die moet ook fundamenteel worden herijkt. Want die wet is uit balans. Die wordt in de uitwerking als hard omschreven. En mensen moeten bijvoorbeeld heel goed weten op welke voorzieningen ze recht hebben en welke niet. En onder welke voorwaarden. Met absolute en soms harde sancties als het een keer misgaat. En daar is de menselijke maat, wat mij betreft, hem ook echt zoek geraakt. En die komende periode wil ik die wet weer meer in balans brengen. Samen ook met bijstandsgerechtigden zelf en ook met de gemeente. En de wet die moet dienstig zijn aan de bedoeling ervan. Bestaanszekerheid bieden zodat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Door de ruimte te vergroten om de wet in de uitvoering meer te kunnen toespitsen op de levenssituatie van mensen met bijstand. Maar ook, en dat is voor mij ook een belangrijke drijfveer, om te zorgen dat de wet mensen in staat stelt voor elkaar te zorgen. En door als overheid niet tussen die mensen in te gaan staan. Ik noemde het voorbeeld al van de giften, maar pas zat ik nog even door die wet heen te gaan en dat ging het bijvoorbeeld ook over mantelzorg. En dan is mantelzorg een op waarde te schatten activiteit. Als je erover nadenkt, dan denk je, maar dat is toch juist niet wat we willen. Het is toch niet dat als ik voor de ander zorg, dat we dat ook weer
als een op geld waardeerbare activiteit gaan benoemen, waardoor je dat uiteindelijk niet kon doen. Maar hoe kan een overheid zeggen dat je niet voor een ander kunt zorgen? Je kunt zeggen, het is belangrijk dat je ook bijvoorbeeld een baan hebt en dat je dan ook kijkt dat dat niet allemaal blokkeert. Maar als overheid kun je toch nooit zeggen, je kan niet voor een ander zorgen. Maar dat is nu wel, als we het gewoon heel letterlijk nemen, hoe die wet ook uitgelegd kan worden. Dan is die wet, want dan vormt die een rem op onderlinge compassie, op barmhartigheid. En daar zou Hanni van Leeuwen heel veel van gevonden hebben. We hebben ook het programma Werk aan Uitvoering. En in dat programma dient in wezen hetzelfde doel: wetten en regels onder de loep leggen die in de praktijk te complex blijken en hardvochtig uitpakken. Door dienstverlening op maat te bieden op een overzichtelijke manier en meer aandacht voor mensen die moeite hebben met formele processen. En als dat niet genoeg is, door te kijken hoe rekening kan worden gehouden met individuele omstandigheden. En dat is niet alleen vanuit S2, dat doen we echt rijksbreed, want het moet op alle punten aangepakt worden. Maar laat ik daar ook in dit gezelschap nog iets aan toevoegen. Want bij het vormgeven aan de menselijke maat kan de overheid nog veel leren. En vooral van u, mensen die de praktijk kennen, in adviesraden, maar ook professionals in het sociaal domein. Want ondanks de soms knellende kaders waar ze mee te maken hebben, proberen ze in de praktijk ook al zoveel mogelijk die menselijke maat vorm te geven. En vorig jaar bracht het kenniscentrum Movisie de bundel Momentum voor de menselijke maat uit. En een bundel die dat goed illustreerde. Het openingsartikel van voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, Jannie Bakker-Klein, gebaseerd op het proefschrift Anders Kijken, vond ik daarbij heel treffend. Ze had het daarbij over responsiviteit. Werkelijk inschatten wat nodig is om mensen te helpen en ook van betekenis is. Door als betrokkenen eerst de vraag te stellen, wat is of wat heeft u nodig? En niet, met welke wet heb ik hier nu te maken? Door in een sociaal domein de menselijke behoeften centraal te stellen. En hoe vanzelfsprekend dat ook mag klinken, dat is volgens mij precies wat er nodig is en waar we echt nog steeds verder aan moeten gaan blijven werken. En gelukkig gebeurt dat ook in de praktijk al steeds meer. Maar juist in wet en regelgeving moeten we daar ook echt steeds meer de omslag gaan maken. Ik heb tot nu toe best veel gezegd over de overheid en het vertrouwen dat die overheid moet zien te herstellen. En nogmaals, laat daar geen twijfel over bestaan, dat is hard nodig. Maar ik begon mijn verhaal ook met een verwijzing naar de christelijk-sociale traditie die Hanni van Leeuwen uitdroeg. En die traditie die benadrukt ook altijd het belang van sterke sociale verbanden. En naar mijn mening terecht. Want ik geloof heel sterk, als je het over armoede en schulden gaat, een betrokken omgeving ook de krachtigste vorm van preventie is. En als we dan nog een keer kijken naar de Atlas van Afgehaakt Nederland, dan is er één ding dat er heel erg opvalt. Dat laag vertrouwen heel vaak hand in hand gaat met eenzaamheid. Met een beperkte sociale kring. Ik noem het zelf vaak sociale armoede. Een minstens zo belangrijk vraagstuk als financiële armoede. In de kaart van Nederland waar de sociale verbanden sterk zijn, waar er bijvoorbeeld veel vrijwilligerswerk wordt gedaan, is het spiegelbeeld van de eenzaamheidskaart. En dat gegeven dat reikt ook een belangrijk inzicht aan. Ja, de overheid draagt een heel belangrijke verantwoordelijkheid om een schild voor die zwakken te zijn. Om te zorgen voor die bestaanszekerheid. En om mensen in staat te stellen naar elkaar om te zien. Maar die overheid kan dat ook niet alleen. Voor het bestrijden van sociale armoede dragen we als samenleving een gedeelde verantwoordelijkheid. Want we zien dat de zaadjes voor veel problemen worden geplant als mensen er alleen voor komen te staan. Als ze niet meer kunnen participeren aan die samenleving. En als mensen bij wie het vertrouwen toch al broos is, vanuit een soort overheidsvrees ook niet meer durven aan te kloppen bij instanties. En dan versterk je dat ook nog, want dan wordt die leefwereld ook steeds kleiner. De opgave van werken aan vertrouwen in elkaar, in de overheid, raakt dus ook het fundamenteel aan een gevoel van maatschappelijke samenhang. Aan alle verbanden die het vruchtbare middenveld tussen overheid en burger zouden moeten vormen. En daar ligt wat mij betreft ook een grote opdracht. Om met elkaar te blijven werken aan die notie van gezamenlijkheid. Want ik ben ervan overtuigd dat we de problemen waar we voor staan ook samen moeten aangaan.
Het brengt me terug bij Hanny van Leeuwen. Want naast dat ze me vandaag hoogstwaarschijnlijk het vuur aan de schenen had gelegd, denk ik ook dat ze ons op het hart had gedrukt dat we in die geest van gezamenlijkheid een veelkoppig monster van bestaansonzekerheid te lijf moeten gaan. Door ook een gezamenlijke coalitie te vormen, van het Rijk tot gemeente, van maatschappelijke organisaties en werkgevers tot vrijwilligers en mensen zelf. Mensen die weten wat het betekent om met bestaansonzekerheid te maken te krijgen. Ik noem zelf het ervaringsdeskundigen, maar die zich dus als geen ander kunnen verplaatsen in de situatie van mensen in nood en daarmee ook waardevolle kennis meebrengen. En wat dat betreft zijn advies- en cliëntenraden met hun diverse samenstellingen en brede expertise daar ook de belichaming van. Ik zeg niet dat we vertrouwen op de korte termijn terugwinnen. Zo realistisch moeten we ook wel zijn. En u kent ook de uitdrukking: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar uiteindelijk, en dan, ik besef een beetje als je dan net bijna een half uur hebt staan praten dat dat wat rare woorden zijn, maar gaat het erom dat we niet te veel praten, maar dat we gewoon gaan doen om te werken aan dat vertrouwen. We moeten het met elkaar in de praktijk gaan brengen. En ik werk daar graag met jullie samen. Dank je wel. Hartelijk dank, mevrouw Schouten. U mag voor mij weer gewoon plaatsnemen. Want dan gaan wij dadelijk samen luisteren naar... Ik zit me even af te vragen welke lengte dat ongeveer moet zijn. De co-referent. Oeps. Oh, nu heb ik... Nu denkt u even terug te steken die microfoon en alles komt goed. Maar er hangt hier nog een ander microfoontje aan. Ik kijk even naar Maarten of dit nu echt... Ha, Maarten springt al op. Er zit namelijk nog een speciaal microfoontje aan deze microfoon vast. En die is bedoeld voor de kijkers thuis. Maar volgens mij hangt die er nog wel aan, Maarten. Zeg ik maar vast. Wat ik iets helemaal verkeerd heb gedaan. Co-referent. Een co-referent is iemand die reageert op een lezing, even simpel samengevat. En dat is hier dokter Roeland van Geuns. En hij is een paar dingen. Hij is voorzitter van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. Zeg ik goed, hè? En u bent emeritus lector armoedeinterventies bij, en nu komt hij helemaal vol, het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie aan de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam, de HVA. Dat is hem. En hij zit er te popelen al een tijdje. Hij heeft zijn PowerPoint ook voorbereid. Die hangt hier, zeg ik even tegen de mensen thuis, boven tegen de wand. Wordt hij afgebeeld. Volgens mij is hij thuis niet helemaal goed te zien. Hij is niet in beeld. Maarten bevestigt dat nog. Dus de mensen thuis zullen het moeten doen met de woorden van de co-referent. Hij komt er nu aan. Hartelijk applaus voor Roeland van Geuns. Ja, graag. En de klikker. Dank jullie wel. Dat klopt helemaal. Zo vergeet je wel eens wat. Hier is hij. Dank dat ik hier aanwezig moet zijn. Dank Carola Schouten voor je mooie verhaal. Ik zei net al tegen de minister, zoek straks eens even verschillen. Dat zal best lastig zijn. En toch ga ik proberen mij een beetje aan mijn verhaal te houden. Ik ga even iets, als dat van de camera mag, deze kant op schuiven. Zodat ik mijn speakbriefje zo in de gaten kan houden. En ik ga snel met u aan de slag. Want mij is iets minder tijd gegund, terecht overigens, dan de minister. En ik wil graag wel proberen in dit geval wel mijn laatste sheet te halen. Meestal zeg ik, die laatste sheets die zie je wel op een ander moment. Maar die laatste sheets, daar zit ook wel een stukje nog venijn misschien. Sommige dingen van wat ik ga vertellen, wat ik wil gaan vertellen, die overlappen zozeer met het verhaal van de minister, dat ik daar misschien wel sneller doorheen ga dan ik oorspronkelijk bedacht had. Bestaanszekerheid en vertrouwen zijn twee elementen die wij als samenleving nodig hebben.
Als die afbrokkelen, en de minister heeft dat al aangegeven, daar is de afgelopen tijd sprake van vertrouwen in mijn analyse al vanaf de jaren 80, toen het neoliberalisme ook in Nederland voet aan de grond begon te krijgen. En bestaanszekerheid, zeker de afgelopen paar jaar, maar voor sommige groepen al langer, als we de publicatie van het Nibud moeten geloven, staan die beiden onder druk. En dat maakt dat je daarmee ook meteen een fundamenteel probleem hebt. Met name omdat de overheid in 1983 heeft vastgelegd dat bestaanszekerheid een zorg voor de Rijksoverheid is. Dat ligt vastgelegd in onze grondwet. Ik maak van deze gelegenheid meteen gebruik van de mogelijkheid om een oproep te doen, zowel aan de minister als aan ons, zoals wij hier zitten, om eens fundamenteel te gaan kijken naar de tegenstrijdigheid die er is, de schijnbare tegenstrijdigheid die er is tussen de bestaanszekerheid als vastgelegd grondrecht in onze grondwet en het recht op privacy wat vastgelegd is in Europese wet en regelgeving. Dat zijn verschillende niveaus, het zijn allebei grondrechten, maar zolang we dat debat niet voeren, dreigt vaak het grondrecht van privacy te overheersen boven het grondrecht van bestaanszekerheid. En dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Hoe we dat op moeten lossen zal een ingewikkelde discussie zijn vanwege het Europese karakter van die privacywetgeving. Maar dat we dat moeten voeren is noodzakelijk. Al was het alleen maar omdat als we die discussie gevoerd hebben, we een deel van de problemen die de minister terecht heeft aangewezen, namelijk over het feit dat het zo ontzettend veel inspanning kost voor mensen aangewezen zijn op aanvullende inkomensvoorzieningen en allerlei aanvullende voorzieningen, om daarin te voorzien. Omdat de privacy weerhoudt dat we dat wat de overheid eigenlijk in allerlei verschillende bestanden al weet, niet aan elkaar mogen koppelen. Kleine voetnoot, als het gaat over fraudebestrijding, mag het plotseling wel. Ik ga eventjes door naar wat vertrouwen. Wat is vertrouwen eigenlijk? Vertrouwen is, daar kun je van alles en nog wat over zeggen. De minister heeft het eigenlijk ook al gezegd. Vertrouwen is een relationeel begrip. Vertrouwen, dat gaat over dat is niet iets wat je wel of niet hebt, maar vertrouwen is iets wat in de relatie tussen burgers of burgers en instanties, instanties en burger tot stand komt. En het betekent eigenlijk dat je datgene wat die ander doet, dat je daar eigenlijk een beetje op kunt rekenen. Dat je niet verrast wordt. En het betekent ook dat je als instantie, als overheid, ervan uitgaat dat die burger in principe tot het goede geneigd is. Dat die burger niet per definitie erop uit is om misbruik of fraude te gaan plegen. En dat mensbeeld, de minister heeft het woord al een aantal keren laten vallen, dat mensbeeld is geleidelijk aan, het breuk ligt echt begin jaren 80, ik noem ze weer Thatcher, Reagan, daar ligt het breuk, de breuk waarna er steeds meer is uitgegaan van dat negatieve mensbeeld van die calculerende burger. En daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op terug. Want dat, als we dat bekijken, dan zien we dat dominant mensbeeld van die calculerende burger, met een ingewikkeld woord de homo economicus, die alles overweegt en dan op rationele gronden een besluit neemt, dat klopt niet. We weten wetenschappelijk al sinds de jaren 90 dat niet klopt. Dat wij ook zoals wij hier zitten, helaas, ik moet het u teleurstellen, lang niet zo rationeel zijn als we misschien wel zouden willen dat we zijn. En als we daar voorbij gaan, dan kunnen we ook veel beter begrijpen waarom mensen in sommige situaties sommige dingen doen. Dat is weer die leefwereld waar we ook volgens de minister op moeten aansluiten. Ik ga het citaat van Cenk Willink niet lezen, u kunt het zelf lezen. Helaas voor de mensen thuis, maar wat hij feitelijk zegt is dat wat die overheid, met die kleinere overheid, meer op management gerichte overheid wilde bereiken, heeft voor de mensen waar het over gaat uiteindelijk alleen maar negatieve gevolgen gehad. Meer formuleren, meer informatie verstrekken, meer zelf moeten doen en
juist bij een groep die daar minder toe in staat is. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. De voorbeelden die ik wilde noemen, die heeft de minister eigenlijk al genoemd. Dus vanwege de tijd ga ik daar redelijk aan voorbij. Ik wil eigenlijk nog wel even zeggen dat die hele kinderopvangtoeslagenaffaire, die natuurlijk een drama is in eerste instantie voor de betrokkenen, dat die ooit begonnen is met een fraude die inmiddels vele malen overschreden wordt door de schade die daar is, mensen hebben opgelopen. En die schade gaat ons met z'n allen om die te herstellen. Alleen al financieel heel veel gekosten. Veel van de schade op het niveau van de betrokken huishoudens is niet meer te herstellen. Dat gaat over zaken als uit elkaar gerukte of gevallen gezinnen. Dat gaat over uithuisplaatsingen en dergelijke. Maar op een hoger niveau, op een ander niveau, is er ook de schade, en de minister noemde dat ook al, aan het vertrouwen wat mensen hebben in de overheid. En dat gaat niet alleen over de mensen die het slachtoffer zijn geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat gaat veel breder. We zien inmiddels dat bij de energietoeslag speelt dat ook, maar dat bij allerlei gemeentelijke regelingen, waarbij terugbetalen nooit, maar dan ook nooit aan de orde zal kunnen zijn, mensen die voorzieningen niet aanvragen, omdat ze het beeld hebben, ja, maar als ik ergens een kruisje fout heb gezet, dan moet ik het terugbetalen. En dan is het dus wel heel ver gegaan. En ik kom straks terug op wat ik denk dat we dan zouden moeten doen. De participatiewet, nou, de minister heeft het ook al over de kostendelersnorm gehad. Ik zou graag willen dat, die oproep doe ik dan ook aan de minister bij deze, ik misbruik mijn plek hier ook wel een beetje, om niet te stoppen bij 27 jaar, maar die grens hoger te leggen, want we zien inmiddels onder andere door de woningmarkt dat heel veel mensen absoluut niet de mogelijkheid hebben om te ontsnappen aan die armoede. Even tussendoor, ik zie dat u bij de 6 van de 15 bent. Ja, dat gaat heel snel zo hoor. Op de helft van de tijd. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat goed komen, ja. Wat moet er anders? Wat zou er anders moeten? In een brief van de minister van afgelopen zomer staat dat de minister ervan uitgaat dat de meeste mensen te vertrouwen zijn over het inwoningsbeleid. Ik parafraseer dit even in de meeste mensen deugen dus. Dat uitgangspunt is een breuk met eerdere kabinetten. En dat mogen we alleen al heel blij mee zijn. Een beleidsbrief is alleen nog iets anders dan het in de uitvoeringspraktijk laten veranderen van het gedrag van uitvoerders en het creëren van de mogelijkheden voor uitvoerders. Dus er zal veel meer moeten gebeuren. De wetgeving in het sociaal domein zal op heel veel plekken op de schop moeten om die ruimte aan die professional te geven. En om ervoor te zorgen dat de wetgever en dan met name de Tweede Kamer zich niet in detail bezighoudt met het hoe. Het hoe is aan de professional, net zo goed als het aan de onderwijzer en de verpleegkundige is. Laten we stoppen met die controle op die uitvoerders. En laten we die uitvoerders vooral vertrouwen en achter ze staan. En niet bij de eerste de beste fout zeggen van, ja, maar het was de uitvoerder. Nee, waar gehakt wordt vallen spaanders. Uitvoerders kunnen ook fouten maken. Daarvan leren we en dan gaan we het beter doen. Ik ga even snel door, want anders worden mensen heel zenuwachtig. De bestaanszekerheid betekent... daar wil ik even heel kort bij stilstaan. Wat is bestaanszekerheid nu ook alweer? Bestaanszekerheid, de minister heeft al aangegeven, gaat in eerste instantie over de hoeveelheid geld die iemand heeft. Dat is helemaal waar. Maar een belangrijk onderdeel wat we in die discussie vaak vergeten, en de minister heeft het woordje absoluut gebruikt, is de continuïteit daarvan. En waar we nu in het Nederlandse systeem nog veel te vaak mee te maken hebben, en niet we in de zin van ik, maar mensen die daarop zijn aangewezen, dat zijn de breuken tussen inkomens. Als je van werk naar uitkering en van het UWV naar de gemeente gaat, dan is het nog steeds heel gewoon dat je 4 tot 8 weken geen uitkering, geen inkomen hebt. En als je al op een heel laag inkomen zit, betekent dat gewoon dat de eerste betalingsachterstanden dan gaan beginnen. Als wij toen nou zouden kunnen gaan naar een gegarandeerd bestaansminimum, ik noem het nadrukkelijk niet een basisinkomen,
maar een gegarandeerd bestaansminimum, dan zou je, en ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar dan zou je daar iets aan kunnen doen. Dan zou je ervoor kunnen zorgen dat mensen in ieder geval op dat niveau altijd een doorlopend inkomen hebben. Goed, ik ga door naar de relatie. En ik ga eventjes met u heel kort laten zien over wie gaat het nu eigenlijk. Waar, wie wordt, ik ga ze niet allemaal voor u opnoemen. Maar als u het rijtje ziet van mensen waar we het over hebben. En achter deze percentages en omschrijvingen zitten huishoudens van vlees en bloed. Hè? Dan ziet u dat de grote rode lijn door de groepen waar het over gaat is een laag inkomen. En daarnaast andere kwetsbaarheden. De minister heeft het ook al gezegd. We hebben het in het totaal over een groep van waarschijnlijk ongeveer 1/3 van de Nederlandse bevolking die in meer of mindere mate daarmee te maken heeft. Dus het gaat over een substantieel aantal mensen die, waar we wat dat betreft echt anders tegenaan moeten gaan kijken en veel meer moeten gaan aansluiten bij hun leefwereld en bij wat zij kunnen. En niet wat wij vinden dat ze zouden moeten kunnen. Want wij vinden ook niet dat ieder van ons, zoals we hier in deze zaal zitten, onze eigen auto, als we die hebben, zouden moeten kunnen repareren. Dus waarom vinden we dat iedereen, als het gaat over een beroep op het sociaal domein, dat helemaal zelf zou moeten kunnen? Dat kan deels geleverd worden door het omveld van mensen, het sociale netwerk. Maar het probleem is dat ons netwerk heel vaak lijkt op wie we zelf zijn. En dat mensen die in die situatie zitten dus vooral een netwerk hebben van mensen die ook verminderd in staat zijn om daar toegang toe te krijgen. Dus vooral de oproep, maak het simpeler en maak het eenvoudiger. Wat betekent dat voor de toekomst? Wat betekent dat voor een ander beleid? Nou, de minister heeft al aangegeven, er is een aantal tamelijk fundamentele veranderingen in gang gezet. Dat zal tijd vergen, alleen al het wetgevingsproces in Nederland, maar het zal ook tijd vergen omdat het uiteindelijk ook om een andere mentaliteit gaat. Belangrijk is het allereerste, sorry dat hij als tweede pas verschijnt, maar het allereerste is, neem afscheid van dat institutionele wantrouwen. Ga die burger vertrouwen. Je richt een organisatie niet in op die paar procent die dan misschien niet te vertrouwen zijn. Vraag het iedere organisatieadviseur en die zal u vertellen, je richt een organisatie in op 80-90% van de cliënten. En 80-90% van de cliënten zijn gewoon te vertrouwen als je ze maar de juiste informatie verstrekt. En die hoef je echt niet ieder jaar opnieuw alle bewijsmateriaal te vragen als je het jaar daarvoor ook al die informatie gevraagd hebt. Ga die professional vertrouwen en vooral geef die professional de ruimte. Zit hem niet constant op zijn huid en bemoei je dus niet met de details van de uitvoering. Zorg voor een forse verhoging van het besteedbaar inkomen, waarschijnlijk tot aan modaal, want daar zitten de problemen nu al. Hè. De middengroepen van boven de 130-140% van het sociaal minimum, ook daar beginnen de problemen steeds groter te worden. Vereenvoudig het systeem, de minister heeft het ook al gezegd, en dat is wat mij betreft, zou de oproep zijn, introduceer zoveel mogelijk automatismen. De commerciële sector kunnen we wat dat betreft heel veel van leren. Alles wat u bij Bol wilt, of bij Cool, ik ben hier geen reclamezaal, dus iedere webwinkel, wat u daar wilt bestellen, heeft u in 3 kliks in uw mandje, als u weet wat u wilt hebben. Probeert u 1 gemeente te vinden. 1 gemeente te vinden. Waarbij u een beroep op een sociale regeling binnen 3 kliks geregeld heeft. Ik ben ze niet tegengekomen. En ik ben ervan overtuigd dat het wel kan. Een niet helemaal wetenschappelijk, maar wel moreel appel is, dit gaat geld kosten, ja. Laten we dan ook degene die daarvoor kunnen betalen, daarvoor daar niet alleen een morele oproep moeten aandoen, maar die ook gewoon daarvoor aanslaan. In de jaren 50 was een, ik ben bijna klaar meneer de voorzitter, in de jaren 50 was een marginaal belastingtarief van 70%, ook in Nederland nog heel gewoon, in Amerika zelfs tot 80%. Dus, en dat is niet de oproep, maar een paar procent erbij is volgens mij niet echt een probleem.
En overigens ben ik van mening om Cato de Oudere uit het Romeinse Rijk te parafraseren. Hij had het over Carthago, ik heb het over het kwijtschelden van schulden. Overigens ben ik van mening dat initiatieven om tot gehele kwijtschelding van schulden van mensen die problematische schulden hebben, om daarmee meer te experimenteren, om die volle ruimte te geven, omdat de betrokkenen meestal al lang genoeg geleden hebben. Dus tot slot, deze oproep aan u allen, aan vooral natuurlijk degenen die erover gaan. Ga uit vooral van een ander mensbeeld, want dat is echt wel aan de orde. Geef burgers bestaanszekerheid en misschien wel als allerbelangrijkste, vertrouw die burger gewoon. Dank u wel. Ik kijk allereerst even naar Maarten nu, voordat we de zaal ingaan om vragen op te halen. Hij komt ook hierheen, want nu schijn ik iets te moeten gaan doen met dit kastje. Zodat we thuis ook verstaanbaar blijven. Weet je wat, ik raak even niks aan tot hij hier is. En ik wil mevrouw Schouten en meneer Van Guns allebei vragen om even hier op het podium te komen. Of misschien gaan we wel daar voor het podium staan. Deze aan uw riem. Oké. En dan nog de microfoon in de hand? Ja. Oké. Juist. Even kijken of dit hier nog goed gaat. Ja. Gaan we hier dit nog weg? Ja. Oké. Zo komen we erin. Ik begin even bij mevrouw Schouten, want ik ben nieuwsgierig naar uw reactie op dat fenomeen privacy. Dat staat nog wel eens in de weg. Ik heb ook gelezen in Vrij Nederlands, zei u zelf al, het is een pijler onder mijn beleid. Die privacy en het daarmee mogelijk maken om bestanden te koppelen, zoals meneer Van Guns dat noemde. Hè, dat is nu heel lastig. Is daar wel een oplossing voor eigenlijk? Kunt u dat als minister, kunt u daar iets aan doen? Laat ik eerst even zeggen dat privacy in het algemeen echt wel belangrijk is. Ik bedoel, je kunt ook hele foute dingen doen met gegevens als je die allemaal koppelt aan elkaar. En wij hebben dat inderdaad vaak, daar zijn er wel voorbeelden van, dus ik wil daar niet lichtzinnig over doen. Maar toen ik net minister was, toen heb ik een keer een interview gegeven dat ik zei, die privacyregels zitten mij steeds in de weg. En toen kreeg ik een telefoontje van de autoriteit persoonsgegevens, wat gewoon terecht was, dat mocht ik gewoon doen. En hebben we dat gesprek gehad en toen zeiden, ja, nou, maar dat zijn altijd wel opties als je dat maar gewoon goed in de wet en regelgeving ook vastlegt. Dat heeft hij gelijk in. Maar ik moet best wel veel toeren uithalen om dat dan ook voor elkaar te krijgen. Een klein voorbeeld. Als je, dat weet u denk ik ongetwijfeld, maar als je als oudere een niet volledige AOW hebt, dan kun je een aanvulling krijgen, de AIO. We zien vaak dat dit mensen zijn die niet hun hele leven in Nederland hebben gewoond. En vaak ook, nou ja, ik zag net dat 20%, dat vind ik overigens een enorm groot aantal, de taal niet goed machtig is, dat die de weg niet goed weten. En die mensen die zakken dus onder het bestaansminimum, want die hebben gewoon echt te weinig inkomen. Die aanvulling is er, maar die moet je zelf aanvragen. Nou, dat zijn niet veel mensen die daar de weg weten. De SVB weet wie er onvolledige AOW heeft. Sociale Verzekeringsbank. Sociale Verzekeringsbank die de AOW uitvoert. Het UWV weet ook weer bepaalde gegevens die men daarbij kan brengen om te kijken, heeft iemand daar nou eigenlijk recht op en heeft hij het niet aangevraagd. We hebben daar echt hebben wij uitgehaald om te zorgen dat we wel nu bestanden met elkaar kunnen delen op een manier die verantwoord is privacy technisch en waardoor we nu wel actief mensen zelf kunnen gaan benaderen om te zeggen misschien heeft u hier recht op. Ik ben daar heel trots op dat het gelukt is, zeg ik ook maar, want ik zie dat ook als een eerste manier waarop we dat soort dingen kunnen doen, maar het kost heel veel tijd en moeite en het is ingewikkeld. Dus ik snap
ja, ik zoek ook naar wegen hoe ik juist met die gegevens, hoe ik die wel kan gebruiken. Zeker als het, wat wij noemen, altijd begunstigend werkt. Hoe je dan dat toch kunt benutten. Maar het is best een ingewikkelde. Maar ik ga me er niet bij neerleggen, want dan gaan we het gewoon op een andere manier proberen te regelen. Zoals we ook bij de IO hebben gedaan. Juist. Roept dit nog vragen op bij iemand? Vraag ik meteen maar even. Als het gaat over dat onderwerp privacy en het gebruik van en uitwisselen van persoonsgegevens. Ja, ik doe het even zonder microfoon. Ik herhaal de vraag voor thuis. Eerst die mevrouw hier vooraan. Oh, wacht, we hebben hier... Minister, help even een handje, hoor, dan komt het goed. Oh, wacht, niet verder dan dit. Sociaal domein van de VNG aan tafel. En het is ongeveer elke week de terugkerende klachten die we krijgen. En dat gaat niet alleen over mijn domein, dat zit eigenlijk ook op rijksbrede, alles wat daar. En dat... VNG is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja, sorry, ik ben echt te veel in de niet jargon. De vertegenwoordigers van de gemeente die dan ook met ons de gesprekken voeren. Tegelijkertijd hebben we ook al, en dat vind ik ook mooi. Ik noem een voorbeeld. We hadden de Oekraïners die naar Nederland toe kwamen. En daar moesten we eigenlijk heel snel iets voor regelen. Ook bijvoorbeeld op het terrein van leefgeld. Want als we moesten daar goed kijken wat er wel en wat er niet kon. En toen zeiden de gemeente van ja, weet je, het is echt onwijs veel voor ons. Maar we voelen ook de verantwoordelijkheid om daar wel gewoon ook in mee te helpen. Dat geldt ook voor de energietoeslag. En tegelijkertijd zie ik dat dat voor hen ook heel belastend is. Dus het is elke keer weer de zoektocht van hoe kun je toch nog mensen goed bereiken. En uiteindelijk kunnen gemeenten dat vaak net wat beter dan de Rijksoverheid. Zonder dat je ervoor zorgt dat de werklast bij de gemeente ook echt helemaal een kopje ondergaat. Want dat is veel. En het is de laatste jaren, zeker ook met corona, want daar zijn natuurlijk ook een paar regelingen bij de gemeente neergelegd. Ik ben ze ongelooflijk dankbaar dat ze dat elke keer gewoon opgepakt hebben en uitgevoerd hebben. Maar we moeten ook met ze meedenken. En dat zit er ook in wat Roland net zei. Je moet gewoon wat meer overlaten ook aan de professionals. Gewoon ook in wet en regelgeving. Dat is wat ik nu zelf probeer. Niet in een participatiewet alles tot het punt om het te regelen. Maar ook te zeggen, oké, hier moet ook een professionele afweging gemaakt worden. Mag ik één ding erbij zeggen? Dat is niet om iets af te schuiven. Maar wat ik ook al soms merk. Soms geven wij die ruimte. En gaan gemeenten het zelf weer helemaal inregelen en dichtregelen. En dat zou dan een mooie taak zijn van jullie om ze daar misschien even op te wijzen. Dat is een hele subtiele hint. Roland, wil even reageren? Ja, één aanvulling, want ik ben het helemaal eens met de minister, maar één aanvulling. En niet om de minister te verdedigen, want dat kan ze zelf heel goed, maar wel om een oproep ook op gemeente aan gemeente doen. Ga niet alleen kijken naar wat het ministerie in Den Haag je kan helpen. Er zijn gemeenten die voorloper zijn op sommige van deze terreinen. Alleen Nederland leeft heel erg met het, wat ik dan maar in goed Engels het not invented here syndroom noem. Als wij het niet bedacht hebben, dan kan het niet voor onze situatie kloppen. Terwijl als je even rondbelt of mailt, dan zie je dat sommige dingen al lang geregeld zijn in andere gemeenten. En dat het dan jaren duurt voordat je eigen gemeente dat ook ontdekt heeft en zelf gaat doen. Dus helder. Dan vraag één rij verderop. Vertel, wat wilt u kwijt? Zeg ook even wie u bent, als je wil. Inderdaad, maar één ding is zoals meneer
maar dat moet u elke keer doen bij een aparte regeling die dan waar het over gaat. Dus het kan niet in één keer over alles. Omdat dan ook het idee is, mensen overzien niet waar ze hun gegevens allemaal voor geven. Het klopt inderdaad, als je zelf toestemming geeft, dat je meer kan. Maar het probleem is dat ik vaak niet weet waar die mensen zitten. Dus als ik al weet waar ze zitten, dan kan ik het zelf ook nog wel regelen voor ze. Ja. Dus maar dit zou je dan echt elke keer moeten doen. Maar nogmaals, we moeten ook, en daar ben ik ook mee aan het kijken, wat is wet en regelgeving waar zeker in begunstigende situaties, dus dat mensen daar ook iets aan hebben, en dat we daar toch makkelijker dit soort processen kunnen doen. Iemand met een brandende vraag? Nee hoor, een priem in de vinger. Een priem in de vinger, ja. Oké, okay, goed. Wie bent u en wat is uw opmerking? Dat is dus een tip. Maar daar is de cliënt bekend. Mijn punt is dat ik ken de mensen niet. Dus ja, dat weet ik. Ja. Maar daar triggerde mij waarschijnlijk. Jij kent de mensen niet. Ja. Wij kennen gewoon het adviesraden sociaal domein, vanuit de buurt, welzijnswerk. Kennen wij mensen wel vaker. En onze natte vinger zegt op zijn minst, deze mensen hebben recht op veel meer. Wat nu gerealiseerd kan worden in de doorgaans belemmering van de overheid. Trouwens, zijn we het over eens. Nou, dan kun je door zo te werken, kun je sprongen maken. Ja. En dan gaat het misschien ook even fout, maar dan weet je in ieder geval weer om aan te spreken dat is degene met een fietsje naar van tegen. Ja. Hier vooraan wil iemand reageren op dit verhaal? John Waterman. Ik ben naast dat ik lid ben van de adviesraad voor goede overlijkheden, ben ik ook werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank op de afdeling AEO. Heel goed, ik ben echt trots. Ja. Dus ik wil eigenlijk twee dingen noemen. Ik vind het echt lastig als mensen AEO willen aanvragen, dat ik dan niet in Cibinet mag kijken wat voor medeinkomsten ze hebben. Pas als ze echt een aanvraag hebben gedaan, dan mag ik er wel pas in kijken. Cibinet is het systeem waar u mee werkt? Ja, waar het UWV de inkomens inzet van de burgers van Nederland. Ja. Maar dit is die koppeling die we net proberen te maken. Precies. Ja. En dan nog een ander puntje, want u had het net over bestaanszekerheid voor de periode van gedurende de tijd dat ze geen uitkering hebben. Ik maak het in mijn praktijk best wel vaak mee dat AEO-gerechtigden eerst bij de gemeente zaten en vervolgens bij ons moeten aankloppen om vervolgens weer een aanvraag te doen. Terwijl daarvoor dat niet meer nodig was. Dan hadden we veel meer een warme overdracht, zonder dat ze weer honderden formulieren moesten invullen met bewijsstukken en dergelijke. Ik zou dat graag weer teruggedraaid zien worden. Dat we gewoon zorgen voor een warme overdracht van de mensen die zodra ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben en recht hebben op AEO, dat gewoon doorloopt. Want nu missen ze 1, 2, 3 maanden AEO en dan staat de woningbouwvereniging al klaar met alle gevolgen. Kunt u dat even regelen, mevrouw Schouten? Nee, ik vind het een heel goede, ik vind het een heel goed voorstel. Ik was me er niet zo van bewust dat eerst wel was en nu niet. Ja. En ik ben bereid om daar ook echt naar te kijken. Dus ik zal het ook met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank ook bespreken. Die bespreek ik volgende week volgens mij. Simon. En dat lijkt me een heel goed voorstel om te kijken wat we daar kunnen verbeteren. Oké, top. Juist. Achter in de zaal is een vraag. Snoer niet. Dat haalt het snoer niet. Ik ga herhalen wat u zegt. Ja, gemeente Arnhem bent u van, althans de adviesraad. Thank you.
En wie bedoelt u dan? Burgers of... En dan hebt u het over ambtenaren van de gemeente. En het probleem doet zich dus voor, volgens mij, dat je bij de dokter kan vragen, dokter, ik ben ziek, doet u er wat aan? Dat daarachter zit een hele hoop kennis van de dokter. En de vraag is, zit er voldoende kennis bij de frontsoldaten, denkt u minister, om de open vraag te kunnen beantwoorden wat ze weten? Oké, dus de mensen van de gemeente hebben die voldoende kennis om vragen te beantwoorden van burgers, bij de mensen in de front office? Dat weet ik niet op detailniveau. Wat ik wel weet is, ik had het net over werk aan uitvoering. Dat is een groot, breed programma vanuit de Rijksoverheid, maar er zijn gemeenten ook bij aangesloten. En een van de dingen daar waar we aan werken is ook de professionalisering eigenlijk van de professional. Dat klinkt wat raar, maar... Dus we zorgen ook dat mensen die, want je legt ook best wel, als je het hebt over meer zelf moeten beoordelen wat de situatie is, dan leg je ook best een grote verantwoordelijkheid bij zo iemand neer. En dat is wat anders dan gewoon een lijstje aflopen, waarin je denkt, oké, hij voldoet wel of hij voldoet niet. Je moet eigenlijk een soort best wel situatie goed kunnen inschatten. Nou, dat zal ook niet altijd goed gaan, want Ron zei terecht, we moeten eigenlijk meer aan de professional overlaten. Maar die moet dan zorgen ook dat hij ook inderdaad wel geleerd wordt ook om dat goed te doen. Maar ook dat hij rugdekking krijgt op het moment dat hij misschien een keertje ernaast zit. Want dat is ook de andere kant. Als we dan die ruimte geven, is het soms ook wel weer eens dat iemand zijn kop eraf gaat als het dan een keer niet goed gaat. Maar dat hoort er dan ook bij. Ja, het risico dat het een keer misgaat hoort er ook bij, zegt u. Ja, want ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Ik hoef niet te vertellen hoeveel fouten ik ongeveer per dag maak. En dat geldt echt niet anders. Voor diegene die gewoon bij een bijstandsloket zit, om mensen die daar komen, om te helpen en om te kijken hoe dat met die aanvraag gaat. Dus laten we dan, we hebben het over vertrouwen, maar ik zou er nog één aan toevoegen, een beetje genade naar elkaar. Dat lijkt me soms ook wel goed. Compassie wordt hier gezegd. Ook ministers zijn mensen, dat is wel goed om even te onthouden. Herhaal ik. Een vraag nog uit die zaal. Ik hoorde de minister zeggen dat is laag, 105%. Van het wettelijk sociaal minimum, denk ik, of niet? Waar heeft u het over dan? Of niet? Armoede, de definitie van armoede die gebruikt werd, was 105% van de bijstand. Van de bijstand? Dat is sociaal minimum. Ja. Ja, het verschilt per gemeente, zeg ik er ook maar even bij. Wat dan ook de definities zijn die men gebruikt voor het armoedebeleid. Ja. Dus het is, dat is niet altijd misschien gelijk de definitie voor armoede, maar wel van wat zijn de kaders voor het armoedebeleid. Wat ik meestal zie is ongeveer 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dus de meeste, ik denk ongeveer 90% van de gemeente hanteert 120%. En dan de vraag die ik schriftelijk had ingestuurd is, ik heb gezien dat er nog bekend is hoeveel gezinnen in de armoede zaten. En er was bekend hoeveel personen of hoeveel gebruik gemaakt was van de regeling die er waren. Daar kwam uit dat het aantal regelingen was minder dan de helft van het totaal aantal gezinnen. Dus zoals ik me dat voorstel, als in een gezin een kind een laptop aanvraagt voor school, telt je als één. Ik ben zelf ervaringsdeskundige met bijstand. Klopt mijn aanname dat mensen die niet gebruiken omdat de communicatie erover hen niet bereikt? In het algemeen ja, want anders was er ook denk ik minder niet gebruik. Niet gebruik heeft wat meerdere oorzaken. Eentje is, soms weten mensen wel dat ze ergens recht op hebben, maar zijn ze bang dat het ergens weer teruggevorderd wordt of dat ze ergens een fout maken of dat soort zaken. Dus dat zie je ook wel.
Maar ja, niet gebruiken, het zijn ook, we hadden het net over de AIO, het zijn ook gewoon veel mensen die helemaal niet weten dat het bestaat en dat ze er recht op hebben. En daarom werd er net ook genoemd, van kun je ook niet kijken dat je veel meer mensen iets kunt aanbieden in plaats van dat je ze vraagt dat ze zelf naar je toe komen om iets aan te vragen. Dat vereist, dat is echt een verandering van denken als je dit gaat doorvoeren, ook politiek zeg ik het maar even. Want dat is ook heel bewust beleid geweest om het op een andere manier te doen. Maar ook schaamte. Ja, zeker. Mensen in bijstand gekoppeld als schaamte. Ja. Dat hoor ik ook in de praktijk. Ja. Hier wordt gezegd dat mensen zich schamen als ze in de bijstand zitten. Dus schaamte speelt ook een rol. Ja. Nee, zeker. Ja, dus het schaamte. Ik was zelf pas bij Geldfit. Dat is de telefoonlijn waar je naartoe kunt bellen als je vragen hebt over geldproblemen, et cetera. En dat was echt heel ontroerend. Ik had een oude mevrouw aan de telefoon. Die was iets van 80 of zo. En die vertelde dus dat ze altijd een rekening had kunnen betalen. En nu zat ze in de kou, want ze durfde de verwarming niet aan te zetten. En ze had een rekening met een voorschot gekregen waar ze heel verdrietig van werd. Dus ik zei, nou, mag ik iets van u vragen? Van heeft u ook bijvoorbeeld een zorgtoeslag? Wie zei ze, nee, want ik heb altijd gezegd, ik hoef niks van de overheid te hebben. En deze mevrouw had gewoon recht op zorgtoeslag. Dus die kon eigenlijk het hele jaar terug nog zorgtoeslag krijgen. Maar had dat niet aangevraagd omdat ze dacht, ja, maar ik wil niet mijn hand ophouden of iets dergelijks. En ze kwam nu in de problemen. Nou, dan kun je dus ook wel weer iets doen. Maar dat is dus echt iemand die het wel weet dat het bestaat. Maar om heel veel redenen dat dan ook weer niet aanvraagt. Hier vooraan een vraag. Eerst zij en dan niet. Ik wou heel even aanvullen wat onze vorige vragensteller zei. Waar bent u van, als ik vraag mag? Dat zou ik even zeggen. Ik ben Albert Peters, de voorzitter van de Officiaal Sociaal Domein in Bergen op Zoom. Door onze vorige spreker kwam uit de wijk bij Duurstede, dat goed begrepen. Het ging over dat de armoede en was het 5% of 20%. Het duurde mij ook even, maar toen is het kwartje gevallen. Er is laatst een studie door het Nibud uitgevoerd met hoeveel geld een mens nodig heeft op dit moment met de inflatie, met de energiekosten, om de zaak rond te breien. En daar kwam inderdaad uit dat je op dit moment minstens 105% van de bijstandsnorm nodig hebt om de zaak overeind te houden. En ik vermoed dat dat de komende maanden eigenlijk alleen maar meer zal zijn. Ja. Dus dit even om de discussie die juist kant op te leiden. Okay. Het gaat dus niet om het percentage wat gemeenten hanteren om toeslagen uit te keren. Nee. Helder. Ja. Twee plaatsen verder heeft iemand een vraag. Ik kom zo weer even bij meneer Van Geunst, daar heb ik ook nog een vraag voor. Ja, mijn naam is Joop Bonk, ik ben van Adviesraad Westland. Het accent ligt natuurlijk ook deze middag weer op hulp. We hebben net al gezien dat er angst weer geschaamte is. Waarom ligt het accent niet op die zelfregie, die zelfredzaamheid ook vanmiddag? Hoe krijgen we dat voor elkaar? En wat bedoelt u het accent op? Dat de mensen zichzelf kunnen redden. Dat zou het doel moeten zijn? Dat zou het doel moeten zijn voor deze middag. Eigenlijk zou de functie van mevrouw opgeven kunnen worden na een bepaalde tijd. Het is natuurlijk heel erg dat met liefde. Dat zo'n rijk land als wij de minister van Armoede zijn. Ja. En tegelijkertijd, het is helemaal niet, want ik ben de eerste die gelijk mijn baan wil opheffen. Dus ja. Dat, met alle respect uit. Nee, zeker. Nou ja, bij dat heb ik geen punt. De andere kant is wel, wij hebben ook best lang gedaan alsof er geen armoede was in Nederland. En ik ben het helemaal met u eens dat een overheid in eerste instantie mensen in staat moet stellen om zelf ook gewoon inderdaad een leven vorm te kunnen geven. En ook de zelfregie, zoals het net werd genoemd. Maar als je het lijstje net even bekeek, wat voor mensen in de problemen zitten. Dat zijn over het algemeen mensen, en dat is niet omdat ik ze zielig vind. Hè? Dat is even, want ik vind die mensen juist heel vaak heel veerkrachtig. Maar als je mensen met psychische beperkingen. Echt, ik schrok echt met 20% eigenlijk slecht lezen, schrijven, dat soort zaken. Het zijn omstandigheden die je of niet direct zomaar opheft. En die mensen raken wel tussen wal en schip. Dan is mijn punt, dat was in de lezing ook, dat ik hoop dat er ook een sociaal vangnet omheen is van mensen die elkaar ook kunnen helpen en opvangen. Maar dat er ook een basis onder ligt wel van een overheid die ook zegt, als dat niet lukt, dan is daar ook wel, u bent dan niet, ja, u valt daar niet tussenin, zeg maar. Wij willen dat u daar dan ook een basis in houdt. Kun je nog een discussie hebben over de hoogte van de basis.
Maar Westland heeft een best goede sociale structuur. Ik ken ze een klein beetje, ik heb wat vrienden daar wonen. Daar wordt best goed naar elkaar omgekeken. Ik woon zelf in Rotterdam-Delfshaven, in Rotterdam-West. Ik ken mijn buren net en ik woon daar al ongeveer 25 jaar. Dat is een omgeving waar continu mensen verhuizen. En mensen, vooral overigens, als ik zo vrij mag zijn, naast mij wonen, woont een heel huis vol met Bulgaren die in het Westland werken, in de kassen. Om aan te geven, de problemen zitten bij ons. Die mensen, die heb ik echt, die zie ik niet. Die heb ik niet door. Die zijn 's ochtends heel vroeg na hun werk. Komen thuis als ik nog niet thuis ben. En ik weet niet hoe zij leven en hoe het met hen gaat. Ik zeg niet dat zij die hulp gelijk nodig hebben. Maar de sociale structuur in een deel als Rotterdam-Delfshaven is echt anders dan in het Westland. En ik zou willen dat die sociale structuur er was. Daar doe ik ook mijn best voor, om als individu daar ook mijn bijdrage aan te leveren. Maar ik denk dat het dan ook wel goed is dat er een overheid is die in ieder geval ook wel zorgt dat je wel een bestaansminimum hebt. Ik wil even naar Roeland van Geuns, want we hebben het ook over, dit is een vraag van Robert van den Burg van de adviesraad Bunschoten-Spakenburg. En die zegt, wat is de oorzaak van het grote aantal mensen in armoede? Als ik u goed heb beluisterd, wijst u al heel snel naar het neoliberalisme. Ik hoor de minister zojuist zeggen, er is heel lang gedaan in Nederland alsof armoede niet bestond. Is dat de kern van het probleem, of in ieder geval van de oorzaak? Nou, die twee sluiten elkaar absoluut niet uit. Integendeel, die zijn waarschijnlijk op hetzelfde gebaseerd. Op het moment dat je een beleid gaat voeren, hè, dat is in de jaren 80 met als argumentatie de Rijksfinanciën in gang gezet, waarbij je de inkomens aan de onderkant steeds verder op afstand zet van dat wat mensen met met werk verdienen. Ja, dan creëer je vanzelf op een gegeven moment een groep die, waarvan je moet constateren, zoals Nibud sinds 2015 moet constateren, waarvoor de bijstandsuitkering niet meer voldoende is om van rond te komen. En dat was in 2015 nog maar een enkel huishoudtype, zoals dat dan beschreven wordt door het Nibud. Inmiddels geldt dat eigenlijk voor vrijwel de hele bijstandspopulatie. En dat daar nu stevig op wordt ingegrepen is heel mooi, want het is echt absoluut noodzakelijk. En het is een beetje een glazen bol om te kunnen zeggen of dat voldoende is. Ik wil nog één ding eventjes over die zelfredzaamheid zeggen, omdat men dat wel sinds een jaar of 10, 15 heel hoog zit. Wij hebben in Nederland in lijn met dat neoliberalisme zijn we, ik ook in eerste instantie, gaan omarmen het feit als er iets mis is in een huishouden, moeten we gaan sleutelen aan de mensen met wie iets mis is. Terwijl we heel lang hebben gezegd, dat systeem wat er is, dat is goed. En nu beginnen we eindelijk in te zien dat dat systeem, nou ik zal niet zeggen tot op het bot kapot is, maar dat daar zoveel schroeven niet meer functioneren en dat het zoveel vraagt van mensen, dat als je dan inderdaad dat lijstje ziet, hè, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met taalmoeilijkheden, mensen met GGZ-problematiek en dergelijke, dat we die eigenlijk gewoon het bos insturen zonder aan te geven. En dat pad moet je lopen. En dat pad kunnen ze niet zien, want ze zijn ook nog eens een keer, in dit geval virtueel, visueel beperkt. Juist. Even nog doorvoortdurend. Iets politieks wil ik ook nog wel vragen. Als het gaat over dat neoliberalisme, dan is er al heel lang een partij aan de macht in Nederland, de VVD, die dat neoliberalisme predikt, of in ieder geval predikte. Ook met afstand de grootste partij, dus de kiezer krijgt ook wat hij verdient, zou je kunnen zeggen. Hoe is het om in zo'n kabinet nu te zitten dat die draai eigenlijk moet maken? Dat stelletje nu neoliberalen, hè. Het zijn goede collega's, fijne collega's. En we hebben soms goede, inhoudelijke, stevige discussies. Laat ik het zo even zeggen. Nederland is een coalitieland. Dus daar heb je gewoon ook alle smaken bij elkaar. Het heeft ook een functie. Ik bedoel, je haalt ook wel eens de scherpe kantjes van elkaar af. Zij wel eens bij ons, wij wel eens bij hen. Laat ik het zo zeggen. Ik had gewild dat het niet was gebeurd. Maar toen de kinderopvangtoeslag kwestie of drama is geweest, toen zijn wel bij best wel veel mensen, ik denk ook wel bij mij, als ik eerlijk ben, ook wat schellen van de ogen gevallen. Waarin je ziet hoe een systeem ook mensen echt kan vermorselen. En dat is daar heel dramatisch gebeurd. Het maakt ook wel dat toen wij de afgelopen keer in de kabinetsformatie zaten,
dat we echt hele andere teksten hebben opgeschreven in een regeerakkoord hierover. Anders dan dat we hiervoor echt hadden kunnen doen. Dus er is ook echt wel een breder bewustzijn gekomen dat, het zal in meer of mindere mate zijn, maar wel een bredere gevoel van dat een overheid die inderdaad alleen maar vanuit wantrouwen opereert, dat dat echt een heilloze weg is. En anders hadden wij ook al deze trajecten ook niet op kunnen pakken. Maar er is nog wel wat werk aan de winkel. Ja, helder. U wilt iets vragen? Ja, mag ik daarop inhaken? Ja, hier vooraan qua microfoon. Want wij zijn hier vol met goede bedoelingen, maar we hebben het over... Even opnieuw, we zijn hier met goede bedoelingen. Ik ben Mattie van de Grootzaak. Ja. En ik zit in de WMO-raad van Diem. Kijk. En over bestaansrecht en privacy en over de goede bedoelingen van de regering in zijn totaliteit, ben ik wel benieuwd hoe het kan dat minister Kaag voorstelt om het bankgeheim op te heffen en alle bankaire regelingen te controleren vanaf 100 euro. Dat gaat helpen. Die heb ik nog niet zo scherp, moet ik even zeggen, maar... Die heb ik niet, nog niet in de ministerraad langs zien komen, laat ik het zo even zeggen. Is dit heet van de naald of is dit al langer aan de hand? Ik heb hem uit de krant. Uit de krant, oké. Okay. Nou, ik wil wel even daarop inhaken. Half september, we gaan overigens langzaam richting afronding, want het is 3:03. In de NRC stond half september een ingezonden stuk van ene Stella de Zwart. Zij is armoede- en schuldenexpert. En zij zei toen, maar dat is wel 2 maanden geleden, we hebben nog niet veel gezien van de minister van Armoede. Ze laat zich door minister Kaag van Financiën te veel aan de kant zetten. Want budget heeft ze nauwelijks. Wat vindt u daarvan? Ja, ik geloof dat we nu, wat was het, een pakket van 40 miljard hebben afgesproken. Ja, ik zeg niet dat het mijn verdienste is. Maar om nou te zeggen dat daarmee dus geen oog is voor dat er nu ook echt wat aan de hand is in Nederland. Ik denk dat dat wel meevalt. En joh, ik hoef helemaal niet iets over wat er in de krant, of ze dat nou wel of niet zien. Voor mij geldt alleen maar, weet ik wat ik aan het doen ben en waarvoor ik het doe. En dat we elke dag gewoon echt letterlijk stappen zetten om het te verbeteren. En we hadden hier al een aantal voorbeelden waar we... Ik moet echt deze week, stuur ik ook een brief uit, wat ik ook aan de participatiewet verder wil gaan verbeteren. Elke dag moet je ermee bezig zijn. En dan mag iedereen zijn opinie hebben, geen enkel probleem, als ik maar weet dat ik met de goede dingen bezig ben. Juist. Volgens mij zijn we een heel eind daarmee. Ik zie nog 1, 2 vingers. Dat worden 2 vragen van 3. Vooruit. 3 personen, allemaal 1,5 zin alsjeblieft. We schaffen de belasting op energie af. Kijken of we dat ook nog even kunnen regelen. U weet het misschien, maar de energiebelasting is nu deze keer, voor dit jaar al heel erg verlaagd. We gaan hem nu wat anders inzetten, want energiebelasting wordt door iedereen betaald. Ook door de mensen die heel rijk zijn, zeg ik er maar even mee. En ik zou hem iets gerichter willen gaan inzetten. En dat kan bijvoorbeeld ook, nou ja, met zo'n bedrijfsplatform kunnen we daar iets wel aan doen, maar ook door gerichtere maatregelen. Dus het generiek verlagen van belastingen, dat treft ook alles en iedereen. En ik denk dat we juist ook wat meer moeten kijken hoe ook de lagere middeninkomens wat meer tegemoet kunnen komen, want die hebben het echt zwaar. Ik hoorde meneer Vergeuns pleiten voor hogere vermogensbelasting, als we het toch over belastingen hebben. Ja, in Nederland wordt arbeid nog altijd vele malen meer en zwaarder belast dan arbeidsloos inkomen en vermogen. Dus daar iets meer evenwicht in brengen en om een heel erg heet aanhijzen te noemen, een taboe in Nederland is de erfbelasting. Laten we daar ook eens naar kijken. Want daar is ooit wel een keer belasting over betaald. Maar niet door degene die het krijgen. Dat is eigenlijk ook weer iets waar de VVD over start moet gaan. Zeg ik dat goed? Volgens mij is dat niet alleen de VVD. Er zijn volgens mij meer partijen die dat niet willen. Lekker. Maar u mag zelf de verkiezingsprogramma's ook nalezen. Ga ik doen. Meneer, u heeft een vraag. Mijn naam is Paul Breuning. Ik ben lid van de WMO-raad sinds 8 jaar geleden. Ik had eigenlijk 2 vragen voor alle 2. Eerste, kunnen we de sheet van meneer Van Geel met zijn tweede van andere manier krijgen? Zie je van ja. Ja, dat gaat de koepel regelen. En aan de minister, die constateert terecht dat het heel lang geduurd heeft in Nederland, alvorens men erkende dat er een armoede is in dit land. En die houdt zich nu professioneel mee bezig.
Mijn vraag is eigenlijk, wat doet de constatering dat armoede is in Nederland nu eigenlijk meteen als maats, dus even los van die professionele bezigheid? Dat vind ik een mooie vraag en dat is ook een hele terechte vraag. Want dat is, ik heb, toen ik net minister was, heb ik redelijk wat werkbezoek afgelegd om ook gewoon goed beter beeld te krijgen over van wat speelt er allemaal. En ik vertelde net al, ik woon zelf in Rotterdam Delfzaden, daar woon ik al bijna 25 jaar. Ik weet, ik zie daar armoede. Armoede kun je zien. Soms zeggen ze wel eens van het is niet te zien, het is wel te zien. Je ziet het eigenlijk als je het maar wil zien, dat is ook even het punt. Maar juist in de gesprekken die ik die eerste week juist als minister heb gehad, was mij één verhaal wat me erg bijbleef. En dat was een moeder die had twee jonge kinderen. De moeder zat in de bijstand, ze had een arbeidsgehandicapte partner. En die zat letterlijk huilend bij mij aan tafel en die zei, ik moet langs 16 instanties. Ik ben bijna dagelijks, bijna een dag daar te zorgen dat ik overal weet wat ik moet doen. En ik ben alleen maar aan het zorgen voor mijn kinderen, voor mijn partner. En ik kom er niet meer uit. Ik zit helemaal vast. En ik heb ook het gevoel dat ik vast zit door hoe ik het moet doen. En ik zag daar iemand die eigenlijk bijna geen eigenwaarde meer had. En dat vond ik het ergste eigenlijk bij armoede. Niet alleen, dus het is wat ik net zei, het is niet alleen de financiële component. Het is ook wat je als mens met je doet. En ook met de kinderen die daar ook bij horen. En die eigenlijk daarna jarenlang nog het last hebben van het feit in wat voor gezin ze zijn opgegroeid en de situatie. En ik kan niet alles oplossen. En dat pretendeer ik ook niet. Maar dat soort verhalen zijn voor mij wel de zuurstof om op te gaan bij elke keer als ik misschien een moeilijk gesprek met de minister van Financiën heb. Maar dan wel door blijft praten als het nodig is. De mevrouw in de groene trui had volgens mij nog een vraag. Ja toch, dan wordt dat de allerlaatste van de middag. De microfoon komt naar u toe. Wat vindt u van het basisinkomen, tot slot? Maar dan staan we hier nog de hele middag, denk ik. Ja. Ik vind het nadeel van het basisinkomen dat je het voor iedereen moet doen. En als je iets voor iedereen doet, dan moet het ook door iedereen opgebracht worden, waardoor het weer ongewichtiger wordt. Dan moet je dus ergens zaken gaan afschaffen om dat mee te kunnen financieren. En dan kom je vaak toch op dat je bepaalde regelingen weer gaat afschaffen die in de overgang heel ingewikkeld zijn om dat voor elkaar te krijgen. Je moet... wij spreken als je van toeslagen naar een basisinkomen wil, en dat moet dan ook voor iedereen zijn, want als je zegt dat is weer voor een bepaald deel, dan is het weer geen basisinkomen. Dus er zitten heel veel vraagstukken achter, die echt wel zo groot en fundamenteel zijn dat nog niemand ze tot nu toe echt heeft aangedurfd. Dus in zijn concept klinkt hij eenvoudig, in het werken ernaartoe is hij echt wel best wel ingewikkeld. Nou ja, ik richt me in ieder geval erom op om te zorgen dat mensen wat meer productiever gaan krijgen waar ze recht op hebben. En dat dat dan gewoon een mogelijkheid is om een bestaanszekerheid ook wat op te verbeteren. Mooi. Volgens mij zijn we helemaal rond. Ik kijk even of ik nog iemand anders de microfoon moet geven om het definitief af te ronden. Of doe ik dat zelf? Mag ik doen. Dan ga ik u allemaal hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid hier. Ik kijk ook naar Roeland van Geuns. Die krijgt nog een bosje bloemen, zie ik. Dankjewel voor jouw reactie. Dankjewel. En mevrouw Carola Schouten. Een hele mooie bos, ja. Ja. Ik heb hier als allerlaatste programma onderdeel nog staan. Dat is alleen voor de mensen hier. Borrel en netwerkmogelijkheid. Tot 4 uur. Ik wens u veel plezier. En ik ga naar de En mevrouw Schouten gaat weer naar Den Haag. Zeer bedankt. Oké, dankjewel. Tot ziens.